Tja, een pantograaf, een loodzwaar onderdeel op het dak van een tram waarmee het ding zijn elektriciteit krijgt. Hoe steel je zoiets? Nou, ongetwijfeld met een vrachtwagen met een kraantje, anders krijg je het niet voor elkaar, want hij lag buiten en ik wilde hem naar binnen hebben. Maar onze vork, nou in ieder geval onze pompwagen, die was er niet geschikt voor. Dus vandaar dat we hem hebben moeten laten liggen. En hoeveel levert zoiets op als je het verkoopt? Nou, de oude ijzerprijs, dat is dacht 17 cent per kilo. Ja, misschien, nou zeg 100 euro. Medewerkers zijn deze week bezig hun boeltje te pakken, want het museum verhuist naar een nieuw gebouw. En daarom lag de pantograaf onbewaakt buiten. Want wie zou zo'n ding nou pikken? Wat maakt de pantograaf zo bijzonder? Nou, het maakt een onderdeel van de tram. Als dat ding er niet is, dan is de tram eigenlijk historisch waardeloos. Dus eigenlijk kunt u nu geen kant meer op? Nee, absoluut niet. We zitten volledig vast. En dat is heel jammer, want we zijn toch al een jaar of 30 bezig dat historisch erfgoed te bewaren. Daar gaat enorm veel vrije tijd in zitten. En het is enorm teleurstellend dat zoiets gebeurt. Het museum heeft aangifte gedaan bij de politie. En alle oud-ijzerboeren zijn gealarmeerd. Dus als u ergens een pantograaf ziet liggen, neemt u dan vooral contact op met het vervoermuseum in Haarlem of met de plaatselijke politie.